In 9 afleveringen gaan we in op informatiebeveiliging en privacy binnen het onderwijs. In deze aflevering werken in de cloud. Veel scholen werken in de cloud. Ze gebruiken daar verschillende applicaties en slaan hun gegevens online op. Ook persoonsgegevens. Dat betekent dat privacygevoelige informatie in handen komt van externe partijen. Hoe gaan zij hiermee om? Met veel leveranciers hebben scholen een convenant afgesloten. Het zogenoemde privacy convenant. In dit convenant staan afspraken tussen scholen en leveranciers over het verwerken van persoonsgegevens. Daarnaast legt elk schoolbestuur met elke leverancier afzonderlijk de IBP-afspraken vast in de verwerkersovereenkomst. Daarin staat onder andere dat de opslag van persoonsgegevens alleen mag plaatsvinden op computers in de Europese Unie, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Mag je zomaar bestanden opslaan in de cloud? Ja, dat mag, maar alleen in de cloud van je schoolomgeving. Gebruik daarvoor dus geen openbare cloud, zoals Dropbox of WeTransfer. Veel van dit soort openbare cloudleveranciers slaan de gegevens van hun apps namelijk op in de Verenigde Staten. Wil je andere niet-educatieve apps gebruiken die gegevens opslaan in de cloud, dan moet je, net als bij het gebruik van sociale media, toestemming hebben van je schoolbestuur. Meer weten? Kijk op kennisnet.nl voor meer informatie.